Een heerlijke zucchini-pasta. Volgens mij heb je iets veel water erbij gedaan, schat. Goedemorgen, jongens en meiden. Dit is vandaag een hele andere vlog. Er gebeuren vandaag andere dingen. Want ik ben niet de persoon die vandaag de vlog maakt. Ik heb aan Isha gevraagd of zij voor een dag de vlog over kon nemen. Ik zal zeggen, geniet van Isha haar vlogskills. Want ik ben heel erg benieuwd, net zoals jullie, wat ze ervan gemaakt heeft. Veel kijkplezier. En hey, goedemorgen. Welkom weer bij een nieuwe vlog van Gio Latoy. Alleen, Gio is er vandaag even niet, dus ik neem een vlog over. Ik ben net heerlijk wakker geworden. Het is weer een zonnige dag, want ik ben wakker geworden door het licht. En door de katjes. Poesjes! Oh my god! Kijk nou toch, wat zijn ze weer lief. Het zijn toch twee roepjes. Dit is dus een dingetje wat Isha doet. Hij likt mijn haar. Het schijnt dus dat ze dat doen omdat ze me lief vinden. En omdat ze me willen wassen, omdat ik een deel van de familie ben. Ik heb vandaag een hele drukke dag. Ik ga naar Bloemendaal voor een shoot. Dus genoeg knuffeldroppies. En ik ga even lekker wat eten. Ik ben by the way echt super blij, want ik kan weer koffie maken. Want voor deze koffiemachine, om melk op te schuimen, heb je een rietje nodig. En die waren we dus echt super lang kwijt. En die hebben we eindelijk weer. Dus ik kan weer lekker een heerlijke cappuccino maken. Yes! Oké, dit heb ik echt gemist. Ik ga even pilates doen, want hoe lekker is het om fit je dag te beginnen. Heerlijk, ik ben weer helemaal fresh. Ik ga nu een groene smoothie maken om de dag goed te beginnen. Zo maak je dus een heerlijk groene smoothie die er niet groen uitziet en heerlijk smaakt. En voilà. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik ga naar Bloemendaal. Het is 2 uur reizen, so wish me luck. 82 kilometers later. Ik ben aangekomen op de shootlocatie voor vandaag. Ik heb hier een super goede make-up artist. Stel je voor. Hi, ik ben Lois en ik ben make-up artist en vandaag verzorg ik de make-up artist. En hier hebben we... Hallo, ik ben Jordan en vandaag ben ik stylist van Some Friday. Oh my god. Ik heb net geshoot. Ik heb lekker mijn make-up er weer afgehaald. En de rest van de dag ga ik lekker chillen. Het is super naar weer buiten. Het is grijs en het regent. Maar gelukkig krijg ik gezellig bezoek. Daar gaat de deur wel. Oh my god, ik vroeg me echt af of ik wel bij de vergadering aanmelden. Oh my god. Ja, nou jongens. Dit is Carla. Hey. Dit is een vriendinnetje van mij. Heel toevallig ook de vriendin van Sjaak. Yeah. Super leuk. Wij gaan lekker koken vandaag. Oeh, ja, wat gaan we maken? Je had een idee in je hoofd. Ja, pasta pesto. Sjaak wilde pasta pesto. En we gaan daar een vegan variant op maken. Of yes. Course! Yes! Oké, wij gaan dus lekker koken. Maar het regent buiten en ik heb echt geen zin om te gaan. Dus we moeten maar even snel doen. Ja, ik zei laten we eerst gaan zwemmen. Maar Isha zei laten we nu gaan, want anders hebben ze helemaal geen zin meer. Klopt, zeer zeker. Dus wij gaan snel even boodschapjes doen. En we hebben dus een heerlijk recept uit dit Vegan Bosboek. We gaan namelijk een basilicum pasta maken.
vegan. Heb jij een sleutel? Ja, heb ik. Got it. Okay, here we go. Het regent. Ik heb er echt geen zin in. Let's go. Nee, het valt mee. Oké, dit is te doen. Wij overleven dit. Yes. We zijn niet van suiker. Klopt. We zijn independent af. Girls. Yes. Lol, Carla, wat doe jij? Ik ga jullie een fun fact vertellen. Misschien dat jullie het al wisten, dat kan heel goed. Tattoos zijn eigenlijk begonnen bij scheepvaardij. En je hebt hier natuurlijk de Holland-Amerika-lijn. En vroeger, al die scheepslieden, als ze terugkwamen van een lange reis, dan zetten ze zo'n zwaluwtje. En dat is een teken van status, van hoeveel je kan. Wow. Ziek, hè? Ja. Yeah. Dus zo daarom zijn de tattoos begonnen. En daar is iedereen tattoos. Maar daarom staat er zoveel ook New York en New Orleans en zo hier. Ja, klopt. Want dit was zeg maar de enige plek uit Nederland waar ze, ja, waar ze vandaan konden gaan met een boot. Want dat was natuurlijk toen al zo'n vliegtuig en shit. Zo vet. Nee, hè? Wij zijn weer terug van de supermarkt. We hebben allemaal lekkere dingetjes gekocht. Dus wij gaan aan de kook. Yes! Isha heeft dus een super handig dingetje. Ja, ik heb dus een spiraalsnijder. Klinkt heel fout. Maar dat maakt dus zucchini pasta. Wat is dit? Het is een ornament van een courgette. Gadver, oh wow. Gadverdamme. Ja, wat kan ze dit? Oh my god. Het ziet er zo lekker uit nu. Ik heb echt honger. Voilà. Een heerlijke avocado pesto saus. Okay, wij hebben hier een heerlijke zucchini pasta. Nee! Dit ging oprecht. What the fuck? Kan ik iets? Volgens mij heb je iets veel water erbij gedaan, schat. Oh my god! Wat de fuck? Hoe kan het twee dingen tegelijk van staan? Oh my god. Okay, probeer dit niet thuis, jongens. Probeer dit niet thuis. Wij kunnen echt helemaal niks. Maar goed, we proberen het in ieder geval. Sjaak, als je pasta overkoekt was, komt je erdoor. Ja, we hebben dus voor ons hebben wij een zucchini pasta. Dus een courgette pasta. Dat is deze. En dan voor Sjaak, die zo gezellig langskomt, hebben wij een normale pasta. Maar dat ging dus allebei een beetje fout. Poes, 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 poes. Kom hier. Isha, kom. Kijk. Kijk. Ja, lekker melk. Goed, gooi er maar in. Oké, hier komt ze. Hey. Wij gaan zo eten, dus de kat krijgt ook wat. Oeh, lekker. Yeah. Kijk eens wie we daar hebben. Oh ja, is het een Carla takeover en Isha? Oké. Okay. Hey, met veel moeite en een paar foutjes hebben we eindelijk het eten op tafel. Waar een fout dan? Chini papa. Wat is gebeurd? Nee hoor, nee, het ging allemaal heel prima. Maar we hebben niet veel eten, dus eet smakelijk. Je mag niet op het aanrecht. Ga weg! Ga weg! Ga weg! Ja! Gelijk papa tafel vloggen, soep soepje. Sjaak is weer met de poesjes aan het spelen, zo ook is niet. Ja, het moet. Het is een pussy man. Echt een pussy man. Oh nee, laat maar schoon niet. Oh, beetje jammer. Van de twee! Ik denk echt van, nee. Laat maar, is cool. We gaan het niet meer doen. Wij hebben een super drukke lange dag gehad. Wij gaan lekker naar het zwembad. Helemaal gekleed. Wat? Wat moet je? Alles is zo gemakkelijk op je achtergrond. Lol, okay, we hebben lekker onze badjasjes aan. Kijk nou, gewoon lekker een zwembad. Dat is toch gewoon, dat is luxe die je gewoon... Holy shit. Ja, nou ja, dat had ik thuis niet. Okay. Carla heeft op zwemmen gezeten, dus zij gaat een prachtige duik voor ons doen. Oh, de pressure, jongens. Oké, here you go. Oh my god. You're a professional at this. Holy shit. Here we go, guys. Lekker het zwembad in. Afgesloten met een duik in het zwembad. Ik hoop dat jullie mijn takeover leuk vonden. En wij gaan nog even. Ja? Wij gaan nog even lekker in de sauna. Dus wij zeggen later! Zo, we hebben een super lange dag gehad. Oké. Waar pond je? Niet doen.